sta voor de Blauwe Salon. Hier achter mij ziet u de bijzondere baljapon van Louise van Loon-Borsky uit 1887. En hij is waarschijnlijk gemaakt door het Franse modehuis Worth in Parijs. Louise had die jurk gekozen omdat zij een groot schilderij van haarzelf liet maken. Bestemd voor de grote hal in haar Villa Beaulieu in Cannes. Het bijzondere aan de japon is dat hij helemaal met de hand gemaakt is. Gemaakt van groen velour en bestikt met zilverdraad in een soort bladmotief wat op lichte stof is gezet. U ziet ook dat ze stijf is ingesnoerd, een zeer modieus silhouet voor die tijd. Het zogenaamde tournure silhouet. Een vrouw was die tijd extreem gekleed als ze volledig was ingesnoerd. En 's avonds kwam er dan haar prachtige décolleté bij. Dat kon je showen als een modebewuste vrouw. Louise liet zich ten voeten uitschilderen in deze bijzondere japon door de Franse society-schilder Alexandre Cabanel. Dat was een Fransman met een grote reputatie. Hij was gespecialiseerd in dit soort grote schilderijen. En het was het duurste portret dat hij dit jaar maakte. Vandaar is dat ook waarschijnlijk de reden dat japon en schilderij bij elkaar zijn bewaard. Het was natuurlijk een enorme speciale opdracht. En veel historische japonnen zijn niet bewaard gebleven omdat ze zijn vermaakt, doorgegeven aan het personeel of kortom versleten en weggegooid. Zoals u ziet is de japon op het schilderij knalblauw. En de japon, zoals die op de pop staat, lichtgroen. Maar dat is eigenlijk in feite de inwerking van het licht en van de tijd. Japon is verkleurd, maar we hebben onderzoek gedaan voordat de jurk op de pop ging. En het blijkt dat de jurk in werkelijkheid echt zo knalblauw is geworden. Er zijn nog kleine blauwe draadjes bewaard aan de zoom van de rok. En daaraan kun je zien dat de jurk in werkelijkheid echt zo helblauw was. Wie had ooit gedacht dat de kleren van mijn ouders hier ooit tentoongesteld zouden worden? Mijn ouders zouden dat zeker niet hebben gedacht. Ze staan al jaren op zolder, zeker die van mijn moeder. Mijn moeder is echt in 88 al gestorven. Dus het is eigenlijk best een wonder dat alles nog bewaard gebleven is. Want je weet hoe het gaat met verhuizen en opruimen. Daar gaat heel veel wel eens in de vuilniszak. Ja, die kleren van mijn vader, zoals deze smoking, die hebben we wel bewust bewaard. Mijn papi is maar 10 jaar geleden gestorven, dus daar was wel steeds meer bewustzijn over de bijzonderheid van dit soort dingen. Ja, dus papi droeg heel vaak een smoking, of die naar uitging, of dat er vrienden te eten kwamen, of dat, dat voor avondeten verkleden. En dit is wel de leukste smoking, de meest soort of 70s smoking die we hebben, een beetje paisley-achtig. Deze jurk is van Yves Saint Laurent Rive Gauche. En die heeft mami gedragen tijdens een fotoshoot hier in de tuin in de jaren 70. En dat was voor het parfum L'Air du Temps van Nina Ricci. En dat kwamen ze hier promoten. En mami was Française, dus het was heel logisch om haar te vragen om daar een soort ambassadrice voor te zijn. Ik weet zelf niet precies wanneer ze die jurk gekocht heeft, maar hoogstwaarschijnlijk in Parijs. Want daar ging ze heel vaak heen en daar liet ze ook kleren maken met mooie stoffen die ze dan kocht. Zo'n Chanel pakje liet ze dan namaken en dan als er een beetje stof over was, dan mocht ik daar ook iets van laten maken. Ja, ik kan me als kind herinneren dat je dus voor het avondeten moest je omkleden. Dus je moest in bad, je moest er fris uitzien en dan deed je iets anders aan dan dat je overdag gedragen had. Dus mijn moeder ging wat in het lang, ik ook. En mijn vader een pak en dat was gewoon, dat deed je elke avond.